Hier even een klein filmpje over wat piratenactiviteiten op de Korte Golf. Nooit gedacht dat het nog zo leefde. Maar zeker op de zondagavond en ook door de weekse avond overigens is er nog behoorlijk wat piratenactiviteiten. Dit is de eerste piratenzender die ik eventjes in het geheugen heb gezet. De zenders zitten meestal tussen de 6200 kHz en de 6400 kHz. En er is behoorlijk wat activiteit. Dus dit is de eerste zender. Eigenlijk geen idee welke zender het is, maar behoorlijke signalen. Er zit wel wat storing op, maar is goed op te nemen. Deze zender klinkt even stil. Daar was net nog volop activiteit. Even kijken of er nog wat gebeurt, want er hangt wel een draaggolf. Maar die ongemodelleerd. Ah, daar gebeurt weer wat. Die was eventjes uit de lucht, blijkbaar, maar nu weer terug. Gaan we naar zender 3. Het is voornamelijk een praatzender. Een praatzender voor gelovigen. Ja, waar piratenzender allemaal niet goed voor is. Ook vanuit de UK. De tweede zender komt vermoedelijk uit Nederland. En deze eerste zender komt ook uit de UK. Dan gaan we even door naar de vierde, de 6305. Die is ook Nederlandstalig. Harde signalen. Aardig op te nemen. Nou, dit is zender 5. Komt knalhard binnen. Op de 6325. Met wat muziek van een jaar of 20 geleden. Nou, net niet. Tussen de 15 en 20 jaar geleden. Ja, op de normale radio hoor je het niet meer. Dit station komt hoogst waarschijnlijk uit Nederland. Er komt nu een klein riedeltje overheen. Af en toe hoor je wat morsensignalen eroverheen of erdoorheen. Maar al met al goed op te nemen. En nu nog even naar de laatste zender die ik had opgeslagen. Dat is Radio Underground, ook vanuit de UK. Vanavond veel stations uit Engeland. Het komt ook wel voor dat er 3, 4, 5 stations uit Nederland zitten. Dus al met al erg leuk om af en toe eens te kijken wat er gebeurt. Dan hebben we verder nog de middengolf. Die begint zo'n beetje bij 1600. Alleen ik geloof dat daar vanavond weinig activiteit te bespeuren is. Maar rondom de 1630, 1635 zijn ook vaak piraten te horen. Ja, ik denk persoonlijk erg leuk om naar te luisteren. Dus even een kleine impressie van de piratenactiviteiten op de Korte Golf, Middengolf. Ja, wie weet wat inspiratie om ook eens te luisteren. Bye bye.